Ergens heb ik gelezen dat een alternatief voor die voor het overschakelen naar ene stoel, dat je als alternatief ook een weerstand kunt plaatsen tussen. Kijk, ik heb zo, dit is de stekker voor een persoons en de twee persoons heeft hier ook nog een set draden. Ik heb hier voorlopig die van de twee persoons hierin gehangen. En daaronder stikt ergens dan de andere gordel vastgetaped. Maar dat is blijkbaar geen ideale oplossing. Dus ik ga nu proberen dat stekkertje zoals het goed zit hier ergens moeten zitten. Maar ik ga dit keer proberen van dus... ik heb gelezen met een weerstand. Dat is een 12 volt 10 watt lampje. Dat zou ongeveer de juiste weerstand moeten opleveren. En als ik dat op de twee andere draden plaats, dan zou ik ook zonder waarschuwing moeten kunnen rondrijden. Ik ga hier wel altijd, als je aan die gordels werkt of van het airbag systeem, altijd de accu loskoppelen. Dat is wat ik hier nu doe. Gewoon die klem. Voilà. Die is losgekoppeld. En dat is die stekker. Okay, dus die heeft vier draden, dus twee sets van draden. Dat loopt naar daar, daar van achter. Nu moet ik gewoon zien dat ik de juiste doorknip. Dus deze die hier gebruikt worden, zijn die twee. Die stekker gaat daar zo in. Dus die twee worden gebruikt en die twee niet. Die twee draden losgeknipt. Ik heb, ja, dat is nu een suikertje, dat is een tijdelijke verbinding, om dit hier te koppelen. Nu ga ik die stekker dus met één gordel verbinden. En dan ga ik mijn batterij terug inschakelen en zien of dat, dat lampje daar wel of niet begint te branden. Benieuwd. Ik ben er ook nog niet helemaal uit. Als het niet werkt, weet ik niet in hoeverre dat, dat het moet gereset worden of niet. Als het systeem niet terug in gang schiet. Voilà. Gewoon om te zien. Dus het is dat lampje. Hè. Ik zie daar al dat er daar niks brandt. Dat is al vreemd. Ah, maar het is uitgegaan. Het airbag lampje is uitgegaan. Een andere aanpassing die ik nog wil doen is hier, hier zit zo'n sigarettenaansteker. Dat heb ik niet nodig. Ik heb gezien dat als je hier één schroef losmaakt, dat dat eruit geraakt. En dan kunnen we dat vervangen. Ik ga dat, nu dat hem toch losgekoppeld is, ook eens proberen. Een Torx. Dan doe ik dat direct ook. Oké, dus dat paneel komt er inderdaad met die ene schroef, komt dat paneeltje daaraf. Nu, dan zitten er allemaal stekkertjes op. Hier die bruine. En die twee, die naar daar gaan. En ik had die dus niet naar laten zitten. Hè. Dat is een, hoe is dat? Een standaard 12 volt stekker die ga ik laten zitten. Maar hier ga ik een USB in steken. En ik had het al losgemaakt, maar ik kreeg hem er niet uit. Omdat er hier, dat is denk ik een zekering dat erin verwerkt zit. Nu ik heb met de blikschaar, heb ik dat er, ziet het hier allemaal schoon. Een blikschaar dat daar. Heb ik dat hier allemaal schoon eraf geknipt. En ik ga misschien zelf dit hergebruiken, dat ga ik straks nog zien. Maar nu zou die er in zijn geheel wel... Ja, nu kan ik die daaruit halen. Klein beetje een improvisatie geworden. Dus het midden van die sigarettenaansteker is de plus. Daar heb ik deze aangesoldeerd. En aan de min, dat is de buitenkant, heb ik... Die zwarte gesoldeerd. Het ding mag... ik ga dat eens proberen installeren. Hè. Zo. Ja, ik ga dat eerst terug verbinden. Omdat hier dat lampje op zit dat ik moet checken. Hè. 2 5 volt USB stekkers. Oh, dat past perfect daarin. Daar. Dat past daar perfect bijna in. Alles zit vast, terug. Dus er is niet zoveel meer te zien natuurlijk. Je kunt hier een klein beetje de stekkers zien liggen.
Die gaan daar door het centrum van de stoel omdat die stoel roteert. En dan nu voor dit hier. Dus dat gaat er toch net niet door. Dus ik ga nu gewoon met een vijl. Hier met, met de ronde kant van die vijl. Dat gaat een klein beetje groter maken. En dat gaat... ah, het zit er al in, zeg. Veel beter. En nu dat er nog terug in krijgen. Gewoon duwen zeker. En dan afdekken. Voilà. Accu terug aangesloten. Ik zit op de draaistoel. We gaan direct zien als ik hier contact op zet. De ding zal moeten uitgaan. Ja. En dat zou ook nog moeten werken allemaal.